wel thuis? Hoe was het bij Camille? Ja, ça va. Allee, ze moet de resultaten nog afwachten van haar onderzoeken, maar het leek wel ça va te gaan. Maar is toch keigoed nieuws? Waarom denk je dan zo sip? Ja, van alles. Waar is je moeder trouwens? Ja, boven. Die al vroeg aan slapen. Nee, ik denk dat ik weet waarom, en Wouter. Ze wil dit gesprek vermijden. Sarah begint nu weer niet. Hè. We hebben deze discussie al gehad, hè? Ja, nee. Ik wou ook beter mijn best doen, maar nu is ze echt te ver gegaan. Kijk. Ho, wat is dat? Zou je voor te lachen inschrijven op een datingsite, zodat je een andere vrouw zou leren kennen? Maar nee, deze is toch voor te lachen? Ja, nee, ik heb haar op hele tijd betrapt. Ja, ze was stiekem aan het invullen. Verdomme. Ja, Wouter, ons gesprek is nog niet gedaan, hè? Ik weet dat uw moeder is, maar nu is het echt genoeg, hè? Ah, Wouter. Kom, die ga je mama nog een keer slapen zeggen. Dat is lief. Moeder, is het waar? Is wat waar? Dit hier. Oh, dat was maar een grapje, hè. Gewoon om een keer te zien of dat je nog goed in de markt ligt. Moet toch kunnen, hè. Alle opties openhouden. Maar waarom zou je mijn opties moeten openhouden? Ik ben getrouwd met een prachtige vrouw. Een vrouw, laat ons eerlijk zijn, die je gewoon zomaar in huis haalt. Terwijl jij even goed thuis zou kunnen zitten. De dokter heeft gezegd dat je na 2 weken terug zou kunnen wandelen. En je hebt het niet eens geprobeerd. Dat gaat echt niet lukken, hoor, Wouter. Oké. Tot daar aan toe. Hè. Maar dat je mijn vrouw zit te beledigen in mijn eigen huis, dat kan niet meer eigenlijk. Hè. Dus als ik nog 1 keer hoor van Sarah, dat je haar beledigt. Of dat je nog zo'n stunt uit had als met die datingsites, dan vlieg eruit. Hè. Verstaan? Ja, Wouter. Ja, Sarah. Kijk, moeder. Je weet, ik zie u graag, hè. Maar er is nu een tweede vrouw in mijn leven. En ja, je gaat er rekening mee moeten houden. Je gaat moeten delen. Ik ben ook uw oudertje niet meer van 10 jaar geleden, hè. Spijt genoeg niet, hè. Je bent toch nogal een kapoen, hoor. Zo met uw verschieten zo heb jij nog nooit tegen mij gesproken. Hè? Een kapoen. Allee, ik hoop dat we toch opnieuw met een schoon lei kunnen beginnen. Ja. Ja, ik zie dat je hem gelukkig maakt. Ja, hij is nog nooit voor iemand zo opgekomen als voor u, hoor. Mijn mannetje. Allee, kom hier. Ben jij benieuwd naar de hele aflevering? Klik dan snel de link in de beschrijving en kijk verder op VTM Go!